Uh, ik zal de vraag mij weer herhalen voor diegenen die misschien niet gehoord hebben. Uh, de vraag te stellen heeft een de scriptie geschreven. Begin heb ik over de opkomst van een als China in de india En ik ook aan de kleintjes in Azië denken, natuurlijk. Uh, en vraagt zich af of die opkomst van die nieuwe industriestaten die niet gevaar is voor de industrie van de Verenigde Staten. Zo heb ik het wel goed samengevat. Ja, yeah. nee. Dat denk ik niet dat dat zo zal zijn. Dat wil zeggen, eigenlijk kunnen wel, wel Griekse problemen ontstaan doordat ze in China tennisschoenen maken. worden. Probeer ik het een kwart van de prijs waarvoor die in de Verenigde Staten gemaakt kunnen worden. Dat, dat kan net het geval zijn. En nou, dat betekent dat de hele industrie in de Verenigde Staten op termijn van een jaar of vier weken op de vest gaat. Dat is mogelijk. En, en dat is heel vervelend voor de mensen die in de tennisindustrie werkzaam waren. En als dat verkoppeld was aan een mono-industrie in een bepaalde stad is het nog vervelender. Ik zie dat allemaal wel in, maar u moet een beetje terugtellen in de tijd. De eerste industriële in mogelijkheid was Nederland. En we voor, ja, als je nu in Nederland kijkt, begrijp je niet hoe dat mogelijk is. En zelden al zo onbeschrijfelijk zo als Engeland verwoorden is, zo'n belangrijke historische rol hebben gespeeld. Ja, Margaret Thatcher, zo mee dat ik daar nou even op En wat lees je dan allemaal over Margaret Thatcher? Dat, dat ze de Engelsen zijn omgeving grondig veranderd heeft. Dan moet u toch toch goed, dat door eens even naar de cijfers te kijken over de overheidsuitgaven in de elf jaar dat zij voor minister was. En met name ook naar de verdeling van de overheidsuitgaven. Wat ziet u dan? Is de overheid is die een minder belangrijke rol gaat spelen in Engeland in die elf jaar voor hun meter? Integendeel, de overheidsuitgaven zijn inderdaad gestegen dat ze gelijk zijn gebleven laat staan dat ze te zijn. En dan moet u eens kijken welke sectoren van de overheidsuitgaven spectaculair zijn gestegen in die elf jaar. Onder andere de sociale uitgaven. Waarom zoekt dan niet iedereen dat leven op? Waarom well, zet men dan dat het zo is wat in niet zo is? Ja, hij heeft zijn prioriteiten verschoven ja. Dan. Maar goed, Engeland heeft het uitgevoerd. Engeland heeft honderd jaar lang eigenlijk geprofiteerd van het feit dat zij de uitvinders waren. En een gigantisch empire opgebouwd. En, en de, en, en, de Engelse textielindustrie, dat was in principe 60% van de totale wereldtextielindustrie. En als je kent de zware industrie, Voor, wist hij dat pas in 1913, pas het bruto binnenlands product van Duitsland, het bruto binnenlands product van Engeland. Pas in 1913. Ja, je zegt zeggen dat is wel een aframpant lang geleden. Oké, okay. maar nou, precies 100 jaar geleden. Een leuk idee voor een stukje. Hè? Ja, dan wil je altijd dat denken, een stukje schrijven. Maar nu ervan, en, en Engeland is zo u weet, ruimschoots gepasseerd. We hebben het net gehad over die auto's. En, en, en Engelse auto's bestaan, nee, die meer voor zover ze waarschijnlijk al bestaan, ben het in het Rijk duitse oud geworden. En, maar is, is Engeland tot, tot bitter Is, is... Nee, dat is helemaal niet zo. Het gaat dan niet geweldig, dat weten we wel. En het inkomen boven in Duitsland hoger dan in Engeland, dat is waar. Maar het is in Nederland hoger dan in Duitsland. Nee. Misschien dat dat gecorrigeerd wordt in de komende jaren, dat moeten we even aanwachten. Maar. Engeland heeft uiteindelijk gewoon meegetalen. Het idee is een beetje wat schijnbaar aanhoudt. dat als een ander die spullen gaat maken, dat jij dan een de machteloos bent, want jij kunt ze niet meer maken. Maar we zien eigenlijk altijd dat jij dan iets anders gaat maken. Wat jij waar je beter in bent. En dat is steeds het idee van de internationale handel natuurlijk. Of nemen we last Nederland wij bij draaien nog steeds bij de top 10 van de wereld, in vrijwel alle denkbare opzichten. En we hebben helemaal maar geen last zien, geen last zien, ik weet niet wie de cijfers in Rotterdam een beetje volgt, maar, maar het is voor ons een enorme voordelen, zeg al die spulletjes uit China die komen worden in Rotterdam binnen in varen, en dan hebben we ook weer te veel Maar dan verdienen we goed rente daar, en, en het gaat uiteindelijk in de economie om ook weer geld aan verdienen. Als je meer geld aan gladiolen verdient dan aan computers bouwen, dan moet je vooral gladiolen kweken. Ik zag nooit iets in de Nederlandse computerindustrie en ik daarom zei ik toen altijd, je kunt beter gladiolen kweken, dan verdien je een stuk meer dan aan die stomme computers. Ja, dat was het deftig op high-tech-industrie. Waarom zou je een high-tech-industrie moeten hebben als je goud verdient aan ook. Nou, ze vallen wel helemaal niet mee om een lekker lekkere te kweken, dus... Uh, moet je er wel op Nee, dus ik, ik heb dat gevoel niet. Het zal wel tijdelijk grote structurele problemen geven. Zoals het in Amerika heeft gegeven. Kijk, eh, als u de technologie een beetje gevolgd heeft. dan weet u dat met name in de staalindustrie. in de afgelopen 40 jaar eigenlijk heel andere productieprocessen eh, zijn gestart. Waardoor eigenlijk de hele ouderwetse staalindustrie. Eh, meer en meer op de flessen vrouwen. Deze en als Pittsburgh en Cleveland. en, en, en Flint. en dan gaan ze wat door. al die. Al die eh, steden met zware industrieën, het midden en zijn eigenlijk al die gaan de nieuwe industrie kwijt hè. Maar tegelijkertijd zijn er andere industrieën opgekomen. De Amerikaanse economie is, is heel behoorlijk competitief. Daar is niet zo verschrikkelijk veel in misstand. Ook de Europese economie is eigenlijk vrij competitief. En je je het gelezen, maar het was een logisch onderzoekje naar de meest competitieve naties ter wereld. En ja, wij stonden in de top vijf. Nummer één was Singapore vooral, nummer 2 Hongkong, Nou ja, dat zijn gewoon Chinese stadstaten, dus die tellen we niet mee. He? Dat is ik eerlijk. En dan had je nog, ik geloof, Zweden en Finland, als ik het wel heb. Trouwens, als je daar nou even over nadenkt, dat in de top 5 staan dus niet drie staten waarvan de neoliberalen altijd beweerden dat ze veel te omvangrijke bezorgingsstaten hadden. Al die uitkeringen en dan had hij naar thuis of verbroken reet op de bak zitten en naar de DB kijken, in plaats van Keihard je hard erin. Om met opbestelde te spreken. Alles wat opbestelte doet, doet hij kijken. Verling naar te gaan pakken. Maar keihard de vervangenisens schrijven. Maar keihard je hart een glaasje water drinken? Dat is zo typisch politiek cliché, Dat alles keihard hard moet. wat bedoel je wel dingen van? Ik dat niet een beetje. En softly, waarom well, niet? Een beetje in het al die poppenkasten. Ja, maar wat een verrassing te horen dat de top vijf meest competitieve naties ter wereld, dat die, het Vijfde Spitserland was er ook bij, maar dan ben ik nog even kwijt, heeft die als nummer 14 her. Dus dat ligt ook aan allerlei factoren waar je af kunt vragen hoe oh, gebieven ze dus eigenlijk precies zijn, met name het. Penetratie van internet en de snelheid van je internet, dat soort van dingen. Terwijl ik altijd denk, ja. Dat internet nou snel is, ja, Nee. Soms is het bij mij helemaal niet snel. En ik moet niet afdwalen, maar. Ik ben het helemaal niet met Nee, ja, Het is heel vervelend als je, als je drie generaties taalarbeider in Pittsburgh bent geweest. Dan is het ongelooflijk lullig dat we nu een heel ander type, veel kleiner en veel efficiënter, en hoog over. Gebruiken wereldwijd. En dat met name de Japanners en de Koreanen daar veel werk van maken. maken. Maar nou laat ik Nederland toch weer als voorbeeld geven. Dat kunt u zeggen in het natuurlijk. Maar eigenlijk, dus, zeg maar, tussen, de, tussen halverwege de jaren zestig en halverwege de jaren zeventig, de allerlei traditionele industrietakken in Nederland in de grootst mogelijke probleem. En dan waarom met de textielindustrie, die feitelijk grotendeels verdwenen is. Twente, de, Tilburg, dat zijn allemaal verdwenen. Dat bestaat niet meer, de sigarenregistrie is ook weer niet, het is ook geen wereldwijd succes op dit moment, en we hadden een heel traditionele goed draaien in de benaderd stad, de schepensbouw. En één een, een hele grote schepenbouw is in Nederland in tien jaar verdwenen. En de vraag is natuurlijk, waar ging die heen? He? Want dat las je dan in de krant, waar ging, dat vraag ik nu. Waar ging nou de Nederlandse schepenbouw heen, in de vroege jaren twintig. Maar Maar Japan. Je moest een klein grote schenk. veel te sophisticated economie. wat grote scheepbouw is te kunnen. Een vrij de, 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 de bedrading wordt aangeleid door gespecialiseerde bedrijven. Voor de rest is het gewoon aan elkaar lassen. van hele grote platen ijzer. Dat die kan dat tijdens een grote trekje hebt te gaan. Ik maak het iets simpeler dan het misschien is. maar dat er komt de te tijd een grote trek. Het ging in Japan. Is er in Japan nog grote scheepbouw? Nee, al niet. Waar is nu de grote scheepsbouw? Ja, deels in China, deels in Vietnam. Ik geloof zelfs deels verhuizen naar Bangladesh. Daar slopen ze ze al. Dus willen ze ook net zo goed documenten in elkaar zitten natuurlijk. En ja, en dat allemaal via tussensessons uit Korea. Er he, zit dus een cyclus in van ongeveer 25 jaar. Ik schat dat de hele productiefaciliteit in 25 jaar wordt afgestreken. En dan kun je dus verhuizen naar het volgende land waar, je, waar mensen goedkoop lassen. Ja, ze kunnen weer ook een lastcursus geven, vind ik. Zo aan de Wat zijn dit niet zo verschrikkelijk? Ja, mijn broer heeft ook een lastcursus gevolgd. En die zei zelfs: Jij kunt het leren. Wat in onze familie eigenlijk geldt als. als dat moet het wel alle dorsten, en het allerdoorste zijn, ik ken hem. Wat mogen Ik ben zo iemand die die balletjes in de kerk Waar en dat valt de kent, Dus nee, ik. En wij, zijn, wij hebben wij dan ondergeleerd dat de tekstie we instrueren. Ja, we dachten toen dat het verschrikt was. We hebben nog een ander jaar al lang die RDM we hebben subsidieert vanwege de overheid. Dat is nou de oplichter die nu voor de generaal staat in Rotterdam en wat in de verhalen weer. Help met je pen. Ik kan beter lezen. Belletjes. Ik ben ik ben de mens dus ik kan dat niet helemaal je wordt het volop te weten. Van yeah. de nieuwe huizen, precies. Yeah. Yeah, Waarvan <laughs> we ook dachten dat het een soort industrieel nieuw was. En geleidelijk aan is dat wel eens in. Een van die spookachtige Finneps die veranderd. Hij leek op Gandalf en Nouwenstein. Vijf was die langzaam veranderd in een orde. Ja, zie je, dat heb natuurlijk een keer maar hij veronderlijk En dan zit het al allemaal in. Het niet de botten van de riet die in Nee, we maken tegenwoordig heel andere dingen. We hebben een hele moderne economie die er stift op aan toe is in allerlei opzichten. Ja, we hebben de praktijk als volgende gedaan, het is veel hypotheek van dat werkt. En nu hebben we ons een beetje in het probleem gepraat, maar feitelijk is het zich niet meer nederland. En dat, dus als je het een beetje bijhoudt, dan uh, is enige nog een behoorlijke uitzondering in zekere opzicht in dit toneelstuk, dit zijn natuurlijk de Duitsers. De Duitsers hebben een omvangrijke machtenindustrie. Ja, eigenlijk verstandige mensen zeggen. Hij heeft ernaar gezien dat er ook een auto te maken hier in Europa. Nou, misschien in Zuid-Spanje of zo. op voor en dan allemaal we zo. Renald, waar je niks anders te doen hebt dan dat. En het wonderlijke is dat de Duitsers praktisch al die op de Finland, by the way, hey, en, in Finland, bang de wee, en ik ook wel wat, in zeg hier. Maar dat een groot deel van hun topmerken wordt vooral in Duitsland gemaakt. En dat kost een heleboel extra geld. Maar de hele wereld is bereid om dat extra geld uit te geven aan een Duitse auto. Omdat je eigenlijk de garantie hebt dat je hem in no time eigenlijk in het ding kunt veranderen. Ik heb het wel eens gekregen. Ik weet niet of u die foto heeft gezien van de vergadering van het, ja, sorry, nog wat raaftiaak, ja, hiervan. Komt er nog wat? Dan wordt het een wel leuke foto van de vergadering van het Chinese politbureau. En buiten het politbureau stonden de auto's van de, van de, van de, van de functionarissen. Nee, het waren geen Mercedes. Daar kun je wel zien dat er iets veranderd is in de afgelopen 20 jaar. Het waren allemaal verlengde Audi-aanachts. Audi is daar, deftiger. En Mercedes is ook wel een beetje. Dat zal u wat minder interesseren dan wist wij op het punt van de voorprijs. Nu, nog een andere vraag. Wie, ja, gaat u maar. Nou, well, ik hoop wit Romney was Sport of Hisness, is minder conservatief van mij. Hisness. Met Hisness was dat eerst voor Romney een keer en daar Maar stel dat hij die toer wat aanhaalde, de tweede conservatief mees. Had hij dan een vlotte kans, Michael, president? Wel, deel vindt hij dat verdap? want wil je, uh, gekandideerd worden door de Republikeinse Partij, ben je winnen in al die voorverkiezingen, dan moet je echt een uh, en het conservatiezer. Dus een standpunt open vrijwel alles zijn. Want op het eerste gezicht is er eigenlijk niks zo mooi en democratisch als voorverkiezingen. Want dan kun je in een, in een eerste ronde kiezen tussen alle mogelijke kandidaten voordat je de derde keuze maakt. Sorry. Maar wat net eigenlijk in voorverkiezingen. Komen in de halve gang op dat. Dus, bij een conservatieve partij komen de meest conservatieve leden of stemmers op die partijen komen op de haren Het zowel, dus de democraten worden naar de links getrokken in voorverkiezingen, en de republikeinen worden naar rechts getrokken. Voor het hen die je tenslotte wordt, zegt Mitterbal, die zit met het megaprobleem dat je uh, je hoofd... Uh, de Pieter ligt eigenlijk in het politieke centrum. En, en je moet die independence niet van je te trainen met het hele concept. Dus dan moet je eigenlijk meer van, zie je rechts, word je weer naar het centrum. Waardoor alle journalisten schrijven: nou, het is een flip-flopper. Nou, is Romney ook wel een van de meest fantastische flip die ooit geweest zijn. Bij Romney is het eigenlijk zo. Ik vermoed dat hij geen specifieke politieke standpunten heeft. Hij is gouverneur van Massachusetts geweest. Ze heeft mis de functie waarin hij gezorgd heeft voor Omnicare. Die expreet spreekt lijkt of wel bang En Massachusetts is een erg progressieve staat. Misschien dus wel de meest progressieve van de Verenigde Staten. Dus ja, dat moest hij progressief zijn. En toen werd hij kapitaal in 2008. En toen werd hij al heel conservatief, maar niet conservatief genoeg. Een beetje net Rutte zo, dat doet hij veel aan Heeft Rutte politiek? Ik denk dat Rutte van oorsprong en een betrekking blind liever de is. Ja, ik zie nog als jongen. Afschuwelijk moment in ieder leven: dat degene die voor het vertellen hebben, dat die twintig jaar jonger zijn dan jij bent. Met de oude Bush, toen hij nog president was, die was twintig jaar ouder dan ik. Oh, Al goed mee, nee. En toen werd Clinton en die is drie jaar jonger dan ik. En dan voel ik al even niks van aan. Lijkt me praats. Dus ja, vandaar derde jongen. En, ja, ik, als je de politiek carrière wil maken. Rutte die links-liberaal aan God is. Nou, toen heeft hij dat trauma opgelopen van, van de strijd met Rita Verdonk. En zij moest in die strijd moest die naar Engels Rita ben wind, dat ze zei het, nee. En dat was een behoorlijk expind dat heeft hij op het nippertje gewonnen, maar daar uitbreekt wel dat de partij in feite natuurlijk helemaal niet liberaal is, Of het wel tegelijk. maar wel een conservatieve partij is. Dat zeggen. Er zitten in de VVD tien liberalen en voor de rest het bestaat de partij uit en uh, ultra rechtse provinciale is. <laughs> dat was niks tegen. Dat moet ook vertegenwoordigd worden. dat worden dus? ja, het, het Misschien is het toch te makkelijk dat, dat ik daar zo kritisch over denk. Maar toen rutte het op met het vorige kabinet, het is natuurlijk ook niet geen en kabinet, dat zal duidelijk zeggen worden. Maar zo ergens het voor, en het is ook niet dat je als liberaal iets heen gaat met dat kabinet. Dat valt over onverteerbaar en beschadigd ook. Dat is voor heel Nederland beschadigd. Je weet dat dit kabinet in december 14 wetsontwerpen van het vorige kabinet heeft ingetrokken. Ik ben een beetje afgedwaald, maar ja, dat hebt, het flip-floppen is inherent in het systeem. Je, je kunt niet anders dan flip flop Vandaar dat ook al met mensen er maar op. Die Obama maakte dan zo'n linkse indruk in de, in de vorige En keek nou eens. Wat die is dat Het lijkt nergens naar het. Uh, het, het woord pragmatisch was vooral ook al een ernstig verwijt aan in zijn richting. Ja, veel anders. En dan zeker in dat wolfgaren systeem. Je zult, je zult de krolcollega moeten vinden om überhaupt iets tot stand te brengen. Maar daar kunt u dus aan zien: begin nooit aan hoorverkiezingen, Dat lijkt leuk en fijn en mooi, maar je hebt er niks aan ellende van. Begin nooit aan schrikte stelselen. Nee. Want je ziet altijd dat in heel veel districten eigenlijk permanent de meerderheid is van een van de partijen. En dat betekent dat de hele rest in zo'n district mondboot iets gemaakt. Terwijl uw stem in Nederland, in een proportioneel systeem, heeft altijd één, zelfs als het soort psp heeft u toch wel een zekere invloed op de Kuine-samenstem. Dus ja, een districtenstelsel is een fijne hoogst ondemocratisch als je daar even over nadenkt. Maar altijd die koekenbakkers van de democratisering, van de democratie die met dat stelsel aan boord komen. Dan kijken ze niet naar de landen waar die dingen al bestaan. Daar waren ze niet willen. Ja, überhaupt. En... Weet je wat? Je eerste verjaardag is bij mij allemaal uit allerlei huilshow. Ja. Was ja. gewoon molkcricket en dan heeft ze graag die entertainment hebben. En dan gaan we altijd vaak maar naar Nederland is dat uh, uh, we het veel dat we alle hier hebben uit mee? Twee zou ik. En al die gesprekken over. Welke er. En. Laten we die praktische kruinrijken als als eerste behandeld worden. De hoofdeffecten van Obama-keer worden volgend jaar pas effectief. Er zijn al een aantal dingen, meer kinderen verzekerd zijn en zo. Maar een hele reeks van wezenlijke bepalingen zal volgend jaar ingaan. En eerlijk gezegd denk ik zelf dat als men eenmaal ziet wat die bepalingen voor effecten hebben, met name ook voor de onverzekerden, dan uh, het kan het best zijn dat sommige staten weigeren om Obamacare in te voeren. Zelfs dat zal tijdelijk zijn. Ik denk dat Obamacare niet meer zal verdwijnen. Dat, dat is mijn vaste. Ik geef toe dat ik vaak de gekkigheid van de Verenigde Staten onderschat heb in de loop van twee jaren. Dus, dus 100% zekerheid heb ik het er niet. Maar ik denk, nee, dat. Nee, trouwens niet. Je, je, je bent zelfs. Had ik ook eens iets optimistisch zeggen. Kijk, als die demografische verschuivingen waar we het over hadden. hè, met name dat ze de zeer, zeer snelle woei van de Latino-populatie en Ook van andere minderheden in de Verenigde Staten, als die doorgaan. En. Als natuurlijk de relatieve krimp van die conservatieve blakken, bijvoorbeeld, ja, die houden nog blanke Amerikanen, gaan dood. Nee. En, en ook nog iets eerder dan mij, bijvoorbeeld, dat verschilt ook een beetje. Nee. Nee. Dan, dan verandert ook de samenstellingen van het kiezerscorps. Als de Republikeinse Partij blijft vasthouden aan de wonderbaarlijke opvattingen die ze nu hebben, dan, dan zitten ze echt voor de komende. Drie, vier cipri van verkiezingen zitten ze er helemaal verkeerd. Dus ze zeggen: ze moeten het een beetje bijstellen. En na het Zet van Koersen, als u het gevolgd heeft, ziet u dat ze vooral ruzie maken daarover. En dat ze nu eigenlijk hun hoofdverklaring van het verlies van afgelopen november was. dat ze hun boodschap niet goed hadden overgebracht. Dat betwijfel ik in hoge mate. Of, of dat daadwerkelijk het geval is. De kiezers zijn niet helemaal gek. Maar ja, het best van van de kiezers is gek. In Nederland ongeveer 16 procent, zo. Ja, dan denk je nog maar even door, en dan ziet het vanzelf. Waar dat zo'n beetje de neemt En ook dat wat betreft de baarverkeer. Ik las al stukjes dat uh, waarin stond dat heel wil. Als ze het doet over vier jaar, dan gaat ze makkelijk winnen. Hij vergeven dat veranderingsproces, wat ze als het waren onder de oppervlakte. Van de Amerikaanse samenleving voltrekt. En wat was dan nou het eerste deel van die kwam? Ik kan niet wat. In het eerste jaar van de eerste meid was hij het kunnen weten. Ja. Al oh, wat hij nu zou kunnen doen. Ja, Geen mogelijkheid om hem te voltrekken. Nou ja, die kijk, die immigratiebedrijf zou eigenlijk voor. Ja, dat, dat zou een zeer indrukwekkende prestatie zijn. Daar heken ze nou al 15, 20 jaar tegenaan. Ik denk dat er nu ook wel een mogelijkheid bestaat, omdat de Republikeinen wel gezien hebben. dat hun impopulaire opvattingen over immigratie, met name over de illegale, dat die negatieve effecten hebben gesorteerd bij de afgelopen verkiezingen. Wie weet, gaat dat nu lukken? Maar ik zei al, die wapenwetgeving daarvoor dus niet eerder. En voor de rest, ja. Kijk, de, 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 de Republikeinse meerheid in dit huis ligt gewoon. Systematisch. Maar we krijgen nog een heleboel toneelstukken over het verhogen van het kredietplafond, eh, over de sequester, eh, over van alles en nog wat. Eh, want eigenlijk dacht men, nou ja, hun primaire doel in de vorige fase was, het was het de nederlaag van Obama bij de verkiezingen van 2012, maar hij heeft gewonnen. Maar en, en dan zullen ze daarna wel, want nu hoeven ze Obama niet meer te pesten. Maar dat is kennelijk zo'n prettige hapitus voor woorden om overal tegen te zijn. Het komt trouwens ook alweer een beetje door dat jetting. Want een heleboel van die districten zijn zo conservatief. Dat eh, maakt voor die lening van het huis eigenlijk zo verschrikkelijk veel uit. Waar ze allemaal tegen Als je naar de opiniepeilingen zou kijken voor wat die waard Ik geloof dat het congres de meest impopulaire, afgezien van de georganiseerde dieven in de Verenigde Staten, is het de minst. Populaire organisatie die er in het land te vinden is. Maar ik ben niet opgewekt over wat Obama constant gaat brengen in te komen is. de komende vier jaar. Tenminste niet omdat, als je even terugkijkt op tweede termijnen. De tweede termijn stellen meestal geen zak voor. Die is het is bijna altijd. Kijk, de verkiezing, de herverkiezing is een referendum, over op die is het termijn. En dan zie je het maar heel, heel zelden dat ze nog een fiet programma hebben voor de tweede termijn om bepaalde dingen tot stand te brengen. Het zou mij niet verbazen als die op de grond dat het voor het eerst klein bier gaat worden in de komende jaren. Dit staat prima afval. Ah nou ja, dan zullen de Republikeinen ook op hun, hun opvatting over klimaatverandering in het moeten veranderen. Ik moet u zeggen, ik heb mijn opvatting over klimaatverandering in de afgelopen maand ook in het veranderd. Ik geloof er helemaal niet in, helemaal niet, dit was nou de vierde kutwind daarna op Rijden. Oh, voor u als, als jonge persoon valt dat nog wel mee, maar voor de bejaarden is het echt een rat dat je half januari laat deed van de al deze, wat houdt mij eigenlijk hier? naar de Canarische eiland. Ik neem al of u het een beetje gevolgd heeft, maar de wereldtemperatuur is in dertien jaar niet meer gestegen. Het en is enorm snel gestegen van de jaren en sinds die tijd niet meer. Dus het is maar even een afwachten hoe ik precies zit. En ja, wat mij betreft. Maar kijk, voor mij is het aantrekkelijk dat, dat de klimaatopwarming even wel fors doorstijgt in de laatste jaren van mijn leven, Zodat ik er dan van kan profiteren. Dat u daarbij ligt op lange, dat wij er wat last van zou kunnen krijgen, daar zit ik niet zo mee. <laughs> ja, normaal is de zonvloed en bovendien, zoals u weet, het, het ernstigste scenario. Is dat Nederland het klimaat van Zuid-Frankrijk heeft? Wat dat doen wij massaal als gemotoriseerde lemmingen? Zodra de vakantie aanbreekt, springen we in de auto en rijden we naar Zuid-Frankrijk. Dan hoeft u dat niet meer te doen. U blijft gewoon, u zo woont in een hele zitten. En vanzelf gaat u met het klimaat van Zuid-Frankrijk te U We kunnen een afvinden in de de Klaar, de skets. Het, het is, voor Nederland is het eigenlijk een heel onbetaallijk zin. Weer wel beschouwd. Ja, dat durf ik te hoe staan er? Druk het Dat wel. Ja, maar één graan. Daar, daar zijn er al. We doen al twee vragen daar. Heel, die ga ik heel kort beantwoorden. Ja, ik ga binnenkort. Waar komt u? Heren, alles zuiden heus. De bijenbeest. Oh, de drones. Ja, oké. Okay. Zo, dat dat ik dat heb. Ja? Sorry, soms dat ik. En dat ik toch redraft van mij gewinnt voor waarom ik in de forest Dat is cool. Maar is er wat daar een beetje effe En dan wil hij een paal daar. Het is maar een oude wisselende wil, wil vingertjes de eindjes aan aanschouwen. Nou, ik denk even dat hij daar nog altijd pragmatisch op denkt in de Wat heb ik liever? Heb ik liever 100.000 man op de grond in Afghanistan? Of liever niet, maar dan moet ik, eh, met de meest behoorlijke informatie te prikken, dat ik de ergste boven door middel van de Hans uitschakelen. Is het zo dat ik één op de tien keer op een bruiloft schiet? Of op grafenis <laughs> of op andere eh, burgemeesterprechten, vijf jaar, dat is zo. Maar dan nog zou je in het afwegingproces je kunnen behoorstellen, dat u meegaat met het hele idee dat de taliban... Eh, en ook alle terroristen bestreden moeten worden. Want ik zelf vind me niet zo ingeloofd, moet ik u zeggen. Er die lui blazen voornamelijk zichzelf op, op elkaar. Ja, als het nou pas en nou bedurend is met de actief weer. En dat zou knielen. No, Daar willen we iets aan doen. En droog. Maar. Eh, nee, ik, ik, ik zie dat niet zo. Maar ik begrijp wel wat hij het doet. Wat hij speelt op dat ingewikkeld spel. Als hij zegt ik haal honderdduizend man mee naar Afghanistan, dat zal woordduizend uit beslag krijgen. Dan begint het bed nogal te piepen. Hè? Of al rechts of in de samenleving beginnen te piepen. Je hebt altijd lui die vinden dat, dat er meer moet worden gedaan. Maar aan het vechten, boerderen, schieten en al die andere dingen waar ze het van principe hartstikke goed in zijn. Dus ik denk dat zijn afweging een zeer pragmatische is. Het probleem is eigenlijk... Eh, is het niet zo dat, dat de drone eigenlijk een soort, soort... Dat vrije executie is? Dat, dat is het probleem. En, nou ja, u heeft het misschien over die Amerikaan dan in Jemen, die was ook een radicale jihadist geworden. Ja, kijk, ik had liever gezien dat ze het niet hadden gedaan. Het leek me dat hij dan in Jemen niet zo kwaad kon. Kijk, niemand kan in Jemen veel kwaad en er is al veel kwaad tussen, het maakt allemaal niks uit. Uh, maar goed, die hij hij, man is ja, anders kun je het niet doen. En, en daar wordt bezwaar tegen gemaakt. Ik zou het daar moeilijk mee hebben, laat ik het zo zeggen. Het, het is een heel simpel, uh, relatief zeer goedkoop wapen. Daar zit in een container, uh, de Utah of zo. Uh, en de verleiding is natuurlijk enorm groot om, om, om die informatie te gebruiken om een en derde met uit te schuiven. Voor de vrouwen die worden wat eigenlijk alleen maar voelt ze pijnlijk, voor een ziek. Ja, hij ja, heeft hem geërfd. Hij moest hem even worden. Kijk, uh, ik las nog eens een stuk, juf -juf -boeks, van de New Books, van Gary Wills. Die zei: als Obama een vent is, dan stopt hij onmiddellijk al die halfgare militaire interventies, die door zijn en nog halfgare op oorgaan zijn begonnen. Uh, en dat zal hem zijn herverkiezing zonder meer kosten, maar dat moet hij er dan maar voor over hebben. En ik vond dat wel een sterk argument. En ik had wel niet eens gelezen, na een jaar of zo, anderhalf jaar, op Barma, dat het een er Pieter Teru had besteld, Het hele presidentschap, na Kizaka, had. Ja, die eerste week loop je door het witte huis. En denk je denkt, oh, het witte henwissen. net wat fijn. En oh, Allah, je komt meteen op het trompet te spelen. En ja, het is, je krijgt die Air Force Wander er ook gratis bij. En dan kan je, ja, je zult met een muurboten dood praten. Dat is ook even wat. Maar ja, nou ja, heb je daar wel zien aan. En of dat waar is of dat vind ik wel het jaar verhaal, is durf niet te zeggen. Ik, ik, Stel dat je gelooft in de strijd tegen de terrorisme, waar ik dus niet in geloof. En als je zit met de situatie, en dan praat je dit ook op, maar is helemaal ingekaderd in allerlei groepen die allerlei complexe belangen hebben, die niet jouw belang zijn. Dat moet je altijd in goed in de gaten houden. Maar de drol is op zichzelf. een... een heeft u nooit kandidaten voor? Is het niet een tante waar u dat ze Dat een drone had, of dan zou die zomaar naar de zijn? Bommetje. Ik vind het weer een beperking. Je kunt trouwens nu enorm leuk toestelletjes kopen waarmee je zelf ook drone kunt spelen. Heeft u dat gezien? Vroeger waren die dingen al betaalbaar. Maar nu kun je van een koek te krijgen met een kennelmannaadje eraan. En dan kun je dus in de tuin met de buren leren. Je hem omhoog en dan. En ja, zo march voor de drang. Ik geloof helemaal niet in het schrijven de panel is. En die HIV d die in Nederland op dit moment oranje heeft afgekondigd dat je weet wat goed de doet Code oranje. En hoe komt dat nou zo code oranje? Dat komt omdat misschien. Die Marokkaanse jongens die naar Syrië zijn gegaan, omdat als ze terugkomen, dat ze denken dat het hier ook Syrië is. En, en, maar dan, over een zijn we het, het Het is dus niet meer dan ze eerst niet eh, maar niet, niet meer dan dat doen. Koverprofijnen. Hap gehouden. Twee jaar geleden concludeerden ze dat er in Nederland helemaal geen jihadisten waren. Dat we meer een verzet, zeer waarschijnlijk, dat ze was. Al hadden we het op maar iets van, dan niet. Ja, want je kunt in Nederland, ik heb buiten het Amerikaal gezegd: de samenleving mag wel dankbaar zijn dat ik geen terrorist ben. Omdat die leiders zijn volstrekt een rol te bieden. Ik, je, je kunt, als je daar hulp gaat bij. Wist u dat, dat de Nederlandse gemeente een paar jaar geleden alle strategisch kwetsbare punten op het internet gezet heeft? Kon je zo downloaden. Wanneer die rijkerische palen stonden en. We dus wel eens geweest dat het grote dus gaspompen bij Slochtom. Heeft u dat wel ik weet dat we wel een latje hebben. En een hek dan uit de waar van aluminium in. en het is goed gepoetst. Dat van En is goed gepoetst. En wat staat daar een hek, en ja, hoe hoog is dat? Zo, zo wel. En er zit zo'n zo'n beetje, een zo'n een vrouw die, oh, oh, een Griekse, oh, boy. Voor ik ze zei, meneer, je wil ooit wat aan in en. Nou ja, dat zal de meest dramatische effect hebben. Dan komen die terroristen nooit Weet je, ik die helikopter die naar Al-Blassalard tegen de en de hoogspanningsleiding is zijn me gevlogen. Dus je zal nog herinneren hoe lang het geduurd heeft voordat ze de boel werden doen, Je zult voor gewoon zes van die palen op strategische plekken opblazen. Een vaartje van een cent. Een faartje van een cent kan ik u bezetten. Ik heb er dienst voor die. Halt een acceptant. Weet je trouwens wat er gebeurd is toen ze die palen. Toen het stroom was en al een waard. Het geboortecijfer dat is aan anders. Ja, ik kan het nog ik steken. ook als de Nederlander en niet in niet in heeft hij nog maar één alternatieve op. En een Om het eindelijk eens te doen, terwijl hij de laatste keer op zijn vrouw zei: Nee, Van liever naar een sterren op wijs kunnen kijken. Dan had het een fijn fijn Ja, de laatste paan is voor u. Gaat je we zagen. Kiezen we al de mol. Weet ook, hard over. We stemmen ze in een blok. Veld wat heb je zo gedaan? Wat maar? Bij het is het mapje. Ook, best dat praktisch. Dit soort hoofdpot is in over de kust in de cirkel. Oh, trouw, de. Ja, alsjeblieft, kort de krop. En even. Ik denk dat de grootste missie van Obama is. Is dat hij zich te terughoudend heeft opgesteld in de eerste vier jaar en te weinig gebruik heeft gemaakt van zijn methodische talenten om zijn programma en het presidentschap aan te bieden aan, zeg maar in de ruimste zin, waardoor de Amerikaanse bevolking nogal afwachtend was als het begreep op legislatieve processen, waar je denkt: van, had hij niet iets eerder, iets meer initiatief kunnen doen? Het is een. Het is een heel af dat ik beschouwen intellectualistische man. En er is wel geschreven iets meer glitter-emoties, van uh, I can feel your pain. Dat werkt. Dat zou misschien een net iets betere mix geweest zijn. Maar oh ja, dat is ook een beetje. Ik vind het al met al vind ik het een vrij succesvolle president. Ik kan niet anders zeggen. Je bent ook blij dat het niet met die stilke boeken lezen, toch? als ik daar weer iets draaien van die honden van ze volhakken. dat denk ik, ik heb niks met honden. maar dat je dus schilderijen van de hond gaat maken dan, daar ben ik al net helemaal. ik denk ik voor je handen